Even kijken, deze. Die aan. Hij hey, wel gelijk naar links. Ja. Nou, ik mag nou niet te ver sturen, want dan wil die soort omvallen. Dat is... Dus je moet hem eigenlijk zo kunnen houden. Vlieg nou half gas. Ja, hij draait een beetje door, hè? Ja. Vlieg half gas. Even kijken. Ja, ja. Ja, nou genoeg. Ja, het heeft zo'n kort rompje ook, hè? Ja. Nee, als het zo blijft vliegen, dan gaat het goed. Maar je hoort mij ook een beetje spelen met gas, hè? Om de bochten mooi te maken. Hoor ik wat? Ik hoor iets. Ja, iets bij de prop of ik hoor wat. Of er zit een sticker los of iets. Hoor ik in het weg. Vlieg ik nog steeds al gas? Ja. Hoe lang zou je mee kunnen vliegen, denk je? Minuut of 6, 7. Ja. Maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, want de vorige keer moest ik bij 4 minuten een noodlanding doen. Omdat er... De servo kwam los van de. Het, nou, niet de servo, maar het heveltje. Daar braken de tandjes uit. Oh, ja. Ander heveltje erop gezet. Het servo gelukkig was niet aangetast, dus dat scheelt. Maar misschien iets nauwkeuriger zelf zou misschien bij dit model ook schelen, want je merkt, ik ben nou blijf al een beetje iets aan trimmen. Ja. Dus ik doe nou niet te gek, eerst even kijken of die gewoon vliegt. Hij wil allemaal, hij drijft een beetje op zijn staart, met verschillende gasstanden. Nou zou je zeggen, ik moet met de richtingroer iets trimmen. Komt daar een vliegtuig aan? Ik hoor het luid, maar ik zie niet. Nou, ik blijf laag vliegen, tenminste. Kijk eens even, waar vliegt hij? Ja, hier was wel mooi. Ah, nee maar. Oh, nou moet ik gaan landen. Ja? Ja, geef piep, piep, piep. Oh, hij zit hoog. Ja, ik wil de verlengde van de baan landen. Nee, maar dat is. Dan wil hij op zijn hoogtedoer niet reageren. Goed, ik ben blij dat hij al wat beter vloog. Ja.